Wat ik vorige keer heb opgeschreven. Ja, is dat zeker? Ik, kijk, we hadden. Ik wil toch heel even terug. Voor de alle zekerheid. In Mishnah Dalet, dus op bladzij 118, hadden we het over. Mensen die geld hadden ondergebracht bij iemand. Die hadden geld, iemand had geld aangenomen van twee verschillende mensen. Eén 100 één, één had 100 en de andere 200. In ieder geval twee verschillende bedragen. En dan ging het erover van. En dan zeggen ze allebei van ja, dat hoge bedrag was van mij. Ja. Degene bij wie het was, die weet het niet meer. Daar hebben we het over gehad, wat er dan gedaan moet worden. Dan zegt Tanakama, luister, dan geven we allebei het lage bedrag. En dat lage dat geld wat er dan overblijft, dat laten we liggen tot Eliyahu komt. En dan was er een opmerking van Rabbi Yossi, die zegt, van ja, maar als je dat doet, dan is er geen verlies voor degene die liegt. Want een van beiden liegt. Ja, als ze allebei zeggen, het hoge bedrag is voor mij. Dat is niet eerlijk. Dus met andere woorden, als hij, nou, je hoeft geen, hem komt sowieso dat lage bedrag toe. Ja. En dat krijgt hij. Maar dan is dan een aanmoediging om te zeggen van, nou, ik probeer het wel. Ik probeer wel om dat om een hoger bedrag te krijgen. Nee, ja, kan je krijgen. Nee, precies, en ik krijg het toch wel. En hij zegt van, nee, dan moet je dat dus niet op die manier oplossen. Je moet gewoon zeggen van, luister eens. We doen helemaal niks met het geld. Het geld blijft liggen bij het bedien. Totdat Eliyahu komt. Ja, maar degene die eerlijk is, netjes is, die krijgt helemaal niks. Ja, dus maar want zo werkt het niet. Dan weet dus iemand die dat lage bedrag had, die eventueel een bedrieger zou kunnen worden. Die weet van ja, maar ik heb er niks aan. Als ik om waarheid spreek, krijg ik helemaal niks. Ja. Dus spreek ik de waarheid. Ja. Dus dat is een mooie oplossing van Rabbi Yossi. Ja. Theoretisch ziet het toch wel. Ja, ja. En bij geld is dat ook niet zo'n probleem. Je kunt geld kun je wisselen. En dan het grote bedrag. Dat is misschien een briefje van 1000. Maar ja, kun je briefjes van 100 van maken. Wordt nog gesproken ook in deze zin over ontwaarding van het geld? Nee. Met andere woorden, het kan zijn dat we, als er jou komt, het 1 cent waard is, terwijl het oorspronkelijk 1000 euro was. Nou, ik zal je wat zeggen. Al dat geld wat dus in Bedien 2000 jaar geleden is ondergebracht, want ze kent niks meer, weet wat doen. Als dat nu alsnog verdeeld gaat worden, dat is antiek. Dat is miljoenen, miljarden waard. Ja. Nou valt alles ten deel als de Mashiach komt. Hmm. Dan zijn het zulke gigantische bedragen dat er in de hele wereld niet genoeg geld is om dat te kunnen betalen. Nee, maar dan ken je ook bij inflatie van dat geld. Ja. Maar goed, deze Mishnah hadden we zeker gehad. Ja. En ik dacht dat we bij de volgende Mishnah waren, want dat gaat over iets wat daarop lijkt, maar het is toch anders. Ja? Wordt hiermee gezegd met die opmerking dat de Mashiach serieus komt? Ja, natuurlijk. Ja, nee. Je kan maar zeggen, ja. Nou, dat tot de Mashiach komt. Nou, who knows? Hier is door dit te zeggen, leg je vast dat het dus inderdaad gaat nou, komen. Nou, serieus. Ik denk wel dat als Bedien zegt, als jullie zeggen allebei dat het hoge bedrag van jullie is, dan blijft het leven te leren, tot in jou komt. En als dan een van beide mensen zegt van, nou, eerlijk gezegd, het is bijna Yom Kippur. Ik heb gelogen. Ja. Het kleine bedrag was voor mij. Voor hem was het grote bedrag. Ja, okay. Dan zeggen ze, dan gaan we het verdelen. Dus met andere woorden, dan blijft het niet liggen tot Eliyahu. Dan blijft het liggen tot het opgelost is. Ja. Oké. Moet je maar even zeggen of we dat volgende gehad hebben. We geen Shnei Kelim. Hetzelfde gaat over, net zoiets als het gaat over twee kelim, twee voorwerpen. Er kunnen allerlei soorten voorwerpen zijn, het hoeft niet per se een voorwerp te zijn waar je iets in kunt stoppen. Dat is dus onderaan bladzij 118. Oh, inderdaad. Okay. Ja. Oh ja, we geen zin. Ik kan herhalen. Ja. Echad Yafé Mané.
1 is waard een manet, dat is 100 sous. En gaat Jaffé 11 sous. 1 is 1000 sous waard. Dus dat woord Jaffé betekent hier waard. Dat is het waard. Zeer meer. De ene zegt Jaffé Chely. De mooie is van mij. En hier betekent Jaffé opeens mooi. Mooi. Er zijn dus twee betekenissen van het woord. Een beetje lastig in de Mishnah. Jaffé Chely, de mooie is van mij. Dus die van 1000 sous is van mij. Zeer meer. De ander die zegt Jaffé Chely. Die mooie is van mij. Noten het akatan, daar gaat met hem. Dan geef je de kleine, dus die van 100 zoes, aan een van beide. Omi toch hagadol noten de mee katan la chenie. En uit die grote geef je de waarde van de kleine aan de tweede. Dus met andere woorden, één kli, één voorwerp blijft zoals het is. Dat andere voorwerp, daarvan krijgt de ander iets ter waarde van 100 zoes. Nee, dat is een beetje, dat is een beetje lastig. Ja. Hè, want dat is eigenlijk de gidouche. Volgens mij kom je dat bekend voor? Maakt niet uit. Het maakt toch niet uit. Dat is de gidouche hier. Je moet alles drie keer leren, heb ik altijd vroeger. Maar dan gaan we dat doen. Wat? De waarde, uit die grote wordt de waarde gehaald van die kleine. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je uit iets wat 1000 zoes waard is, hoe kun je dan daarvan iemand iets geven wat 100 zoes is? Nou, die 1000 zoes, die kan je toch kleiner maken? Nee. Het gaat hier om een kli. Het gaat om een kli. Ja, je kan moeilijk die kli doorhakken. Of dat te breken. Dan heb je helemaal niet. Nou, er zijn een paar dingen die geopperd worden. Ten eerste kun je het verkopen. Oké. Ja, dan heb je de opbrengst. Je kunt het verkopen. En dan en van die opbrengst, de waarde van het geld, geef je aan die ander. En wat er overblijft, dat wordt bewaard. Wat je mooi die jou. Waarom zou je dat nou doen? Omdat ze allebei op zijn minst recht hebben op de waarde van 100 zoes. Dat snap ik. Ja. Maar het beste is toch gewoon, nou, ik wacht op Eliyahu en neem van alles af. En dan is de vraag, wat doet Eliyahu in die tijd? Maar dat weten we niet. Ja, nee, dat weten we niet. En dus gaan we nooit verzinnen, wat we nooit weten komen. Ja, nou ja, goed. Oké, maar dus met andere woorden, om jouw eerdere vraag te beantwoorden. Ja. Men ging er natuurlijk vanuit dat Eliyahu komt. Ja, alleen men ging er niet uit dat Eliyahu komt binnen het leven van deze mensen. Nee, precies. Ja, dus dat duurt wel eventjes. Dus ging er niet vanuit van oké, we kunnen wel even wachten. Het kan toch ook gewisseld worden? Het kan, het gaat om een voorwerp. Hè? Dat moet je dan dus verkopen. Dan krijg je er geld voor. Dat zelf verkopen. Eén moet dus benadeeld per se spreken, want één krijgt minder dan van de. Precies. Ja. Als je het doormidden gaat hakken, dan krijgen ze allebei. Dan krijgt de ja, maar veel, dan heb je er niks mee. Nou ja, dat doormidden hakken. De rest, je hebt dus een minimum voor beide. En de restwaarde van de buurt, die ben je mee. En zeg je, dat ben je doormidden. Krijgt de ene mee. En dat is een mogelijkheid, maar ik vind het niet juist. Krijgt de een krijgt de helft en de ander die wint en de ander verliest. Ja. Kan ook. Dat doe je niet. Dus eigenlijk neem je de minst zekere situatie. Nou, als je het doormidden had, heeft het helemaal geen waarde meer. Nee, voor niemand meer. Dat is dus iets wat hier nieuw is. Je kunt het verkopen. Je kunt het doormidden hakken. Althans, je kunt het in stukjes verdelen. Ja, maar als er dan dingen uitkomen die waarde hebben. Ja. Je hebt een computer en je haalt de grafische kaart eruit, een hele dure grafische kaart, die 100 zoes waard is, die hele computer samen is 1000 waard. Die grafische kaart heb je wat aan, die kun je weer in een andere computer zetten. Dus op die manier kun je het verdelen en dan hou je twee delen over die op zichzelf bruikbaar zijn. Ja?
Dat zoiets zou je kunnen doen. En dan zeg ik bij een computer. Maar er zijn andere dingen, andere voorwerpen. Ja, waar je iets af kunt halen. Diamant. Zullen, kan je... Nou ja, dat is niet waar, denk ik. Want dan is de totale waarde van een grote diamant is meer dan van een kleintje. Andersom. Maar ik even andersom. Je geeft iedereen het hoofdbedrag. En je laat ze tekenen. Met opmacht dat voor je nageslacht geldt dit ook. Tot het jou komt. Dat je terugbetaalt als blijkt wie de fout was, wie in de fout gegaan is. Met andere woorden, je draait het om. Je geeft iedereen het meeste. En je laat tekenen. Dat gaat van geslacht op geslacht. En jou komt. Jij bent. Je krijgt van jou. Pocket avon avon al banim. Je moet de brief van brengen. Is de schuld van de ouders over het kind. Ja, dat is origineel. Maar schuld is een erfdeel. Tegenwoordig ook. Ja, nee, maar zo zit het schuld van. Nee. Ik probeer een ander op. Ja, nee, maar goed. Maar als dat nou eenmaal is, als iemand al een schuld maakt, men gaat niet iemand een schuld opleggen waarvan je weet dat zijn kleinkinderen het ooit moeten doen. En bovendien krijgt hij anders. Maar ik neem aan dat je niet serieus hebt. Dat is niks. Dat is het mooiste. Jawel. Nee, wacht even. Gaan we even verder. De derde manier is om het wel in stukken te hakken, maar dan, dat geldt dan alleen als het gaat om een voorwerp dat bijvoorbeeld van goud is, maar wat niet bijzonder mooi is. Dus je hebt een broodje goud. Daar kun je een stuk van afhalen. Ja. En dan hebben beide delen samen, of ieder deel afzonderlijk. De ene heeft dan 100 zoeswaarde en de andere heeft 900 zoeswaarde. Dus dan, dat kun je wel in stuk haken. Dus het hangt een beetje vanaf van wat het is. En de reden dat deze Mishnah gebracht wordt, is dat dus de Tanakama zegt, dus degene die het begin, de eerste mening heeft in Mishnah, zegt van het gaat niet alleen maar op dat verdelen van ieder krijgt de laagste waarde en de rest blijft liggen. Dat gaat niet alleen maar op voor geld, maar het gaat ook op voor voorwerpen. Op wat voor manier dan ook. Dan is er nog... Ja, de twee kinderen, ja. Ja. Wat? Nee, niet doen. Geef het dan maar aan die vrouw. Geef het dan maar aan. Dan zal ik dat niet. Ja, er is dan ook nog zo dat bij een voorwerp gaat het... Als jij zegt, nou dat verkopen we, dat is de eenvoudigste manier. Dan kunnen we zeggen, oké, dan krijg je dus een waarde, een geldbedrag van 1000 zoes. En dat wordt dan 100, 900, 100 krijgt er 1. En die 900 blijft bij Bedien. Dan kun je wel zeggen, maar zo'n voorwerp heeft misschien ook nog een emotionele waarde. Ja. Het is maar 1000 zoes waard, maar het is wel van je opa. Ja. En dus met andere woorden, daar zit ook nog een probleem. En ook hier, ik wil even afmaken. Dus de Mekatan is niet waar, Sha'aye, Munach, Anshabon, jou. Amar Rabbi Yossi, dan krijgen we Rabbi Yossi weer, die we de vorige keer ook hadden. Imken, Maif, Sida Ramai. Als we dat zo doen, wat heeft dan de leugenaar verloren? We willen dat een leugenaar weet dat als hij liegt, dat hij dan helemaal niks krijgt, of dat hij minder krijgt dan wanneer hij de waarheid spreekt. Hij zegt dus, zelfs als wat hij vorige keer zei, alles blijft liggen tot Eliyahu komt. Maar ook hier is de halaga volgens de Tanakama. Even de situatie. Jij hebt iets van 100, jij hebt een claim van 100, ik heb een claim van 1000. Ja? En nou zeggen we, oké, we krijgen allebei het minimum, hè, want jij hebt 100, ik heb 100, we hebben 900 over. Ja? Nou, zegt de rechter of degene die mag zeggen, we delen het in midden. Dat lijkt me logisch. Eén zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dat is degene die 900 waard heeft. En de ander zegt, ja, want ja, ik krijg alleen. Dus je kan ook die ja-nee-situatie creëren. Met Salomons oordeel. Ik mis dat. Want de ene die wint 450. Ja, die ene zal 7000 en de ander zal bescheiden nee zeggen. Dan zeg ik, nee. En dat is logisch. Okay, maar als we nee zouden zeggen, dan is het interessant. Maar de vraag is, als mensen dat maar weten, dan dat het zo gaat, dan zegt ook degene die gelogen heeft. Nee, moet je niet doen, want dit is van mij. En dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het naar... Ja, oké, dat zou nog even tussendoor kunnen doen. Ja. Een mensengroep. Ja. Het enige verschil is dat de waarde van
duizend of van 900 zoes. Of de waarde van een mooi voorwerp is minder dan de waarde van een baby. Tenminste voor ons. Nou, ik dacht niet aan die baby. Maar het is wel ook hetzelfde. Ja. En ik heb Mishnah Wav. Het gaat nog steeds ook weer over een geval waarbij iemand iets heeft ondergebracht bij een ander. Maar is het dan, nou, het gaat anders. Hamafkit perot etzel chaviro. Dus iemand die vruchten onderbrengt, in bewaring geeft bij een ander. Perot, daar zit het woord. Daar zit het probleem al in. Hè? Het Nederlands heeft. Die vriend komt uit het Nederlands. Want wat kan er met die perot gebeuren? Die worden rot. Interessant zou het even. PRT is fruit. PRT? Ja, oh, fruit, ja. Is fruit, daar komt het waarschijnlijk vandaan. Oh ja, fruit. Dat kan ook nog zijn, ja. Oké. Afilo heen of dien, zelfs wanneer ze verminderen of verdwijnen. Of we zeggen wanneer er op een of andere manier iets gebeurt met die vruchten, waardoor ze er niet meer zijn of minder waard zijn. Dat kan zijn door het rotten. Het kan ook zijn dat er muizen ervan eten. Door muizen of door rotten. Ja. Lo yiga behen. Dan mag je er niet aankomen. Je zou kunnen zeggen van, nou, dan ga ik ze verkopen. En dan heb ik in ieder geval die waarde om terug te geven aan de eigenaar. Die eigenaar die had over binnen een maand zullen komen, maar hij is opeens op reis gegaan en hij is voorlopig nog niet terug. Nou, die wil vast en zeker dat ik die dat fruit verkoop, zodat hij ervan dat geld heeft. Maar dan staat een loye gaba, daar mag je niks mee doen, want het kan best niet zo zijn dat iemand zijn eigen spullen terug wil hebben, ook al zijn ze bedorven, ook al zijn ze deels aangevreten door de muizen. De ongedierte, ja. Of de ongedierte. Dus je moet er gewoon niks mee doen. Rabban Shimon ben Gamliel ook meer. Rabban Shimon Gamliel zegt van ja, goed, dat kan wel zijn dat een eigenaar dat zo denkt. Maar waarschijnlijk is het ook weer niet. Hij heeft toch liever de waarde ervan. Mogrin Bifne Bedien. Ze worden verkocht voor het Bedien. Dat wil zeggen in aanwezigheid van het Bedien. Dus je krijgt er een eerlijke prijs voor. Je kunt niet onderhands gaan zeggen van ik verkoop ze. Het is toch al minder dan. Ze zijn 1000 waard. Maar geef mij maar 5. Zeg maar dat je 500 hebt gegeven. En die 500 die jij minder betaald hebt, daarvan geef jij 250 aan mij. Zo zou het kunnen. Ja. Maar nu wordt het gaan bij 10, dan krijg je er de goede prijs voor. Krijgt een Bedien een percentage? Krijgt een Bedien voor hun diensten? Die betalen Bedien. Nee. Ja, die moeten toch die ook leven? Ja, maar niet uit de. Nee, die moeten toch ook leven? Dus zeker niet door de rechtspartij. Nee, maar wie betaalt überhaupt Bedien? Die mensen moeten ook. Dat is de gemeenschap. Dat moet dus belasting geven. Ja. Shotrim, Shoftim. Je moet aanstellen. Je moet Shoftim aan, rechters aanstellen. Ja. Maar die zegt dus, Mochim ben Fnei Bedien. En wat heeft dat als argument? Mepneesje hoeken, meshiva avedale laba alim. Want dan is hij als iemand die een verloren voorwerp terugbrengt aan de eigenaren. Als hij dat niet zou doen, als hij het niet zou verkopen, dan was die eigenaar dat kwijt geweest. Hij doet nu een handeling waardoor de eigenaar zijn spullen behoudt, of althans zijn waarde behoudt. En daarom, en dat is beter. En de halaga is ook. Maar de halaga is volgens de Tanakama. Dat is dus. Nou, niet verkopen, laten liggen. Ja. Ja. Dan gaat het erom om bewaarde voor geld of niet? Gaat het er ook nog over of niet? Iemand die voor geld bewaart, iemand die gewoon het
vrijwillig doet, of dat daar nog een extra opmerking over gemaakt wordt in dit geval? Nee, nee, dit is de verantwoordelijkheid van iedere bewaarder. Ja, iemand die, dat, iemand die dus in bewaring heeft of het voor geld is of niet voor geld is. Goed, dat fruit gaat op. Hij doet er niets mee, het gaat verloren. Met andere woorden, hij heeft niet ten nadele gewerkt, niet ten voordele gewerkt. Dus, ja, nee, nee. Nee, maar dan maak je dit is gewoon onafhankelijk. Het gaat dus om iemand die iets bewaart voor een ander. Hè? Ja, 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 het ja, gaat ja, niet over iemand die iets van een ander gevraagd heeft om het te gebruiken. Nee, nee, al dan niet tegen betaling, maar iemand die. En dan. Gaat om schade, maar het maakt hier niet uit. Bewaard. En vrijwillig. En dan komt de schade aan. Dat is een heel verhaal over. In de mooie van hoe het in elkaar zit. Dat wordt hier nog niet gedaan. Jawel, nou, dit was allemaal voor de tijd van de banken. Nou, hier gaat het over spullen. Ja, banken waren er toen ook overigens. In die tijd waren er ook banken. Een sougarnie. Ja. Iemand die achter een tafel zat. Ja, ja, precies. En die... Geldwisselaars, dat zijn we ja, steeds. Ja, ja. Maar goed, dat is dus hier niet zo... Kijk, daar is het minder probleem. Bij een sougarnie. Bij een bank. Dat is gewoon vaste waarde van dat geld. En ja. Oké. Iemand, de volgende gaat ook weer over iemand die die spullen bij een ander heeft ondergebracht. Hamafkit, Perot, Etzel, Gabiro. Iemand heeft dus vruchten in bewaring gegeven bij een ander. En het probleem hier is dat niet een stapeltje is van dit waren de appeltjes van meneer Cohen. Van Oranje, En ook die van meneer van Oranje. Maar die zijn op de grote hoop gekomen. We hebben gezegd wel van hoeveel dat er waren. Maar het is in de grote hoop. En dan heeft hij wat afgenomen. Dus wat bijkomt. Ze heeft niet meer, precies meer die appels. En in de vorige Mishnah zeiden we het gaat om die appels. En die moet je niet verkopen. Want misschien wil hij zijn eigen appeltjes weer terug hebben. Maar hier zit ze in de grote hoop. Dus dat argument is er niet meer. Maar ook in dat geval kan dat minder waard worden. Want zo'n hele grote hoop met appels, daar komen ook nog muizen bij. En dat wordt minder. Dat wordt minder, daar kun je niks aan doen. En dat betekent dat degene die dat in bewaring heeft, als hij het teruggeeft, heeft hij het recht om minder terug te geven. Afhankelijk van het soort spullen. Hareze yotsilo gesronot. Dan kan hij aftrekken, de bewaarder, de gesronot, het verminderde, de mindering in waarde. Dus je hoeft minder terug te geven. En dan is het afhankelijk van het product hoeveel minder. Dan moet ik eventjes kijken, want ik weet niet van alle dingen precies uit mijn hoofd wat het was. Kalf en cella en wat nog wat. Ja, ja. Ook nou oké, okay. Dan even kijken. Eerste was legitien willen ores voor gitaar, tarwe en rijst. Tisha gaat ze ee kavin le koer. 9,5 kav per koer. Koer is hele goed maat, een kav is minder, maar 9,5 kav mag je er aftrekken. Nou, en dan kun je maar uitrekenen, maar ik zal jullie zeggen, maar dat zeg ik dinges misschien ook wel. Het gaat om 2,5%. 2,5% mag je er aftrekken. Dat is orin wil dat doorgaan voor. Sora is gerst en dogan is gierst. Het zijn twee verschillende dingen. Wat is gierst? Gierst, een graanproduct. Ook een graanproduct, ja. Maar ik weet niet. Of nu even kijken hoor. Ja, B6 staat erbij. B6 staat dat, wat staat er?
muizen. Dogan. Dogan. Oh, dat komt voor je Geske. Ja. Gierst. Zoek in de telefoon wat het is. Ja, oké, goed. Maar goed, ook een graanproduct. En niet het allerbeste. En ook niet een van de 5 graanproducten. Niet van de gebouwen die gehoord kunnen worden. Nee. Gierst is een groep van verschillende grassoorten met kleine zaadjes. Die over de hele wereld worden verbouwd als graangewassen voor menselijke voeding en als veevoeder. Dus van verschillende grassoorten. Ja, grassoorten. Ja. Het zijn allemaal het zijn allemaal grassen eigenlijk. Veevoeder eigenlijk dan. In Nederland goed verkrijgbaar, maar het staat niet in die tijd ergens anders, is Gierst Panicum Milaceum. Dat is dus een aparte naam. Ja. In Israël heb je een andere Latijnse naam. Ja, ja. Okay. Nou ja, in ieder geval, daar is het. Tisha Kabin Lacour, 9 kav per koer. En dat is 5%. Ja, dubbel. Lacousmin, oude Zerapistan, van speelt en vlaszaad. Dus, dat noemen we niet vlaszaad, dat noemen we lijnzaad eigenlijk. Dus spelt en lijnzaad. Shalosh in Lacour, dat is 10%. Hakol lefi hamida. Alles volgens de maat. Ja. Dat wil zeggen, of het nou 2,5, 5 of 10% is wat je er minder mag geven, dat is volgens de hoeveelheid. Dat wil zeggen, dat wordt dat betekent als je 1 koer hebt, of als je 2 koer hebt, moet je dus 2 keer zoveel geven. Sorry, mag je er 2 keer zoveel van aftrekken als van 1 koer. Ja. Gewoon een vast percentage over de hele hoeveelheid, maakt niet uit hoeveel het is. Per jaar verminderd staat er. Ja, met deze opmerking moeten we eventjes vasthouden. Ja. Hakol le fi hazman, alles per tijd, per tijdseenheid. Dus dat is voor een jaar, zeg maar, in principe hou je dat een jaar bij je. Maar hou je 2 jaar bij je, wordt het 2 keer zoveel gegeten. En mag je ze ook 2 keer voor zoveel van aftrekken. Wow. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri zegt, we gima echpat lehen de achbarim. Maar wat kan het die muizen nou schelen? Wat kan het die muizen schelen? Je hebt een koer. En dan komen er muizen. Die muizen die eten hun buikjes vol. En dat mag je aftrekken van de waarde. Daar ging het om. Nou, ligt er 2 koer. Komen de muizen, eten hun buikjes vol. Nou, vol is vol. Dus waarom, dan moet je niet zeggen dat je meer mag aftrekken. Je hebt gewoon die muizen die je hebt. Ja, hoeveel muizen hebben we? Dus dat is een tegenargument. Van ja, die muizen die eten een bepaalde hoeveelheid. En als er meer is, eten ze niet meer. Dus dat is ook niet. Maar in gepatelen en achtbaar in kan die muizen nou schelen hoeveel er daar lag. Maar hallo ochlin. Been meer been mikim a. Want die eten toch evenveel, of het nou veel ligt of weinig ligt. Nee, ze eten voor ze gewend Ella, zijn. Enorm wat silo gesronot en alle koe en gaat bewaard. Maar hij haalt dus dat verlies, die mindering in waarde. Dat bereken je alleen maar over 1 koer, hoeveel er ook als er meer ligt. Staat niet in de vertaling, maar het is hier. Ja, maar oké. Okay. Daar wordt verder over gesproken. 1, en daar wordt een bereidheid gebracht. Amru lo le Rabbi Yochanan. Er werd gezegd tegen Rabbi Yochanan: HB of dot me hen. HB mit pas rot me hen. Er gaat veel verloren, want het wordt verspreid.
Als er een grote berg ligt, dan wordt daar veel meer verspreid. En dan is dat niet meer, dat raakt weg. Niet alleen door het eten, maar ook door het verspreiden ervan. En in de Yerushalmi, daar wordt er ook over gesproken. En daar wordt gezegd dat die muizen, dat er meer muizen komen. Die muizen komen bij elkaar als ze zien van, oh, daar is wat te eten. Dus je hebt gewoon meer muizen als er meer te eten is. Dus dan moet je er toch per kaf even afhalen. Er staat zelfs, die muizen die zijn slecht. Want als ze een heleboel te eten hebben, dan mazminim gam et gavrehem. Dan nodigen ze ook hun vriendjes uit om met hun te eten. Dat zou dus kunnen zijn. Dat is dus met andere woorden, we hebben eerst gezegd van ja, er zijn zoveel muizen die eten zoveel. Maar het kan best zijn dat er dan ook meer muizen komen. Ja, dat is misschien ook wel zo. Ja. Maar dan wordt wel gezegd in de Rushami, dat geldt alleen voor muizen die een profiel hebben op LinkedIn. Maar daar horen ze dat. Even muizen die geven ook afscheidingen, hè? Urine en meer. Ja. Dat wordt er ook op. Dat is natuurlijk, dat betekent dat het best goed reis kan zijn, spel wat je hebt. En dat het niet alleen het aantal muizen, maar ook de verminderde opbrengst die je, en de waarde eigenlijk, en dat je ook niet eens meer zuiver kan opscheppen, bij wijze van spreken. Wordt er ook nog over gesproken? Verontreinigingen. Nee. Ik bedoel, een muis die laat altijd wat achter. Ja, oh, ja. Spoor. Ja, maar ja, nee, goed, dan moet je er zelf toch eventjes ertussen uithalen. Dank u voor het overwerk. En het is ook wel, het is ook best wel voedzaam, hoor. Er zit ook nog altijd eiwitten in en zo. Je eet het ook, dat is kosher ook. Ik begrijp dat muizen dingen. Nee. Nee, alleen roze en blauwe. Nee, daar gaat ze van dood. Ja. Rabbi Yehuda Omer, en dan krijgen we iets heel anders. Rabbi Yehuda zegt, im haita mida meruba, als het er heel veel is, dan hebben we nog een ander effect, wat je ook mee moet rekenen. Enomot silo gesronot, dan mag je er helemaal geen gesronot van afhalen. Mipneesje motirot, want het wordt meer. Dat wil zeggen, je krijgt het binnen, degene die het moet bewaren, in de oogsttijd. Dan is die oogst droog, dat is dus in de zomer, is het droog. En dan is het vrij klein. En je geeft het terug in de regentijd. Misschien aan het begin van de regentijd, maar misschien over in de hele loop van de winter geef je steeds een beetje van dat spul weg. Maar dan is het een beetje, een beetje gezwollen. Dus als jij een koer, dat is een inhoudsmaat, geeft, dan als je dus een half jaar later teruggeeft, dan is in diezelfde koer zitten minder korrels, omdat die korrels opgezet zijn. Dus met andere woorden, dat is een reden om dat helemaal niet te doen. Even kijken naar nog een. Droog en nat gemaakt. Ja, en dan zegt hij ook nog. Er is nog een ander ding. Dat iemand die. Als je dat komt brengen en je zegt van oké, ik heb hier een inhouds, maar een bak waar een koer in kan, dan moeten we gaan vertellen. Nou, dan doe je die bak, maak je vol, een beetje ruim vol, gooi op de hoop. Nog een keer weer vol maken, weer een beetje ruim, gooi op de hoop. En dat heb je goed, 10 koer heb je gebracht en dan kom jij iedere maand, zeg je, nu wil ik 2 koer hebben.
voor thuis, om brood van te maken. Nou, als ik dan prima, kom maar, dan weer diezelfde bak. Die strijken we af. En dan, dat is één, en dan nog een keer diezelfde bak voor je weer netjes afstrijken. Met andere woorden, als je een heleboel binnenkrijgt, dan doe je dat heel ruim. Dus een heleboel, eigenlijk wat meer krijg je binnen. En als je het teruggeeft, tegen de tijd dat je het gaat teruggeven, dan doe je dat toch een beetje bezouders. En wordt het wat minder. En op die manier geef je ook al minder terug. Dus al die dingen, al dat verminderen in waarde, dat geldt ook helemaal niet. Neem wat meer. Ja. Hier. En en dan wordt en de halacha wordt gezegd is volgens de Tanakama en wordt erbij gezegd al die waardes en die hoeveelheden, ook die percentages die in de Mishnah staan, dat geldt in Eretz Yisrael, waar bepaalde omstandigheden zijn, en in de tijd van de Tanaïm. Maar ook weer vanwege de omstandigheden die er toen waren. Maar op andere plaatsen, andere landen en op andere tijden, dan zijn die omstandigheden anders. Dus met andere woorden, de message van deze Mishnah is van, je moet er rekening mee houden van wat gebeurt er met dat spul. Wordt het minder doordat het gaat rotten? Wordt het minder door de muizen? Hoeveel wordt er teruggegeven? Hoeveel gaat er binnen? Hoe krijg je dat terug? Wordt het vochtig en zet het daardoor uit? Daar moet je allemaal rekening mee houden, al dat soort omstandigheden. Maar die zijn overal anders. Ja. Oké. Dan krijgen we een Mishnah Get. Dat gaat over het in bewaring geven van vloeistoffen. Het gaat alleen over deze, alleen over. Ja, nee, volgens mij gaat het ook nog zo meteen over. Over olie, dacht ik. Is het toch? Ergens? Ja. Ja, kom nog. Jotsilo Stoet Lejain. Hij haalt eraf, dat wil zeggen, degene die het teruggeeft, die mag er afhalen. Stoet, dat is een zesde bij wijn. Wat is het probleem bij wijn? Waarom wordt dat volume wijn wat je teruggeeft, waarom hoef je maar minder terug te geven dan je binnengekregen hebt? Het vermindert, ja. Die vaten waren ook poreus. Hè? Dus... Precies, dat is één ding. Die vaten, of niet zozeer de vaten, maar het ging in stenen kruiken. En die kruiken, als het nieuwe kruiken zijn, dan nemen ze die wijn op. Dus een deel van die wijn zit in die wand. Ja, die hoef je, dat kun je niet teruggeven. Hoef je ook niet terug te geven van je eigen wijn. En die komt droesem natuurlijk. En droesem, precies. Die droesem komt op de bodem. Ja, en dat, ja, dat ga je niet weer schenken. Nee, ja. Dat betekent tegenwoordig wijn zonder droesem. Ja. Ja, het is gefiltreerd natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat wordt ook ergens gebracht nog. Misschien krijg je dat weet niet. Nou ja, in ieder geval zegt ook de Gemara van ja, als het gefiltreerd is, dan gaat dat niet op natuurlijk. Dan hoef je dat niet terug te geven. Maar onder normale omstandigheden zit die doos maar in. Ik heb een land gewoond, jarenlang, waar veel wijn verbouwd werd. Ja, ja. Ja. In Italië. Ja, ja, weet ik, ja. Maar dan had je geen kruiken. Wij, bij ons, hebben jenever in kruiken. Ja. Ja, die zijn weer, die zijn denk ik zo hard, dat niet poreus is. Die houten vaten, dat trekt er niet in. Integendeel, wat in de wand van het vat zit, dat gaat weer in de whisky. Dat geeft de smaak aan de whisky. Maar dat is de vraag geweest of het is. Sowieso elk vat mag gebruiken. Ja, ja, ja. Ja. Want als er iets not in taam is, dan is het dat wel. Ja. Rabbi Yehuda Omer Chomesh. Rabbi Yehuda zegt een vijfde. Dus niet een zesde, maar een vijfde. En wat is zijn reden?
De reden was dat op de plek waar Rabbi Yehuda woonde, daar werden die kruiken gemaakt van een zodanig materiaal, steen, ja. Dat er minder in... Toch in de wand. Zodat er meer, dat er minder overblijft, dat er meer in de wand trok. En daar hoeft je, daarom mocht je er een vijfde van aftrekken. Dus 20%. En hier staat ook weer bij, het gaat allemaal om de via Makom. Volgens de plek waar dat, waar dat gebeurt. Yotzilo Shloshet Login Shemen Lemea. Bij de olie is het 30 log op de 100, dus 30%. Logu Mechtsa Shemarim. Anderhalve log. Oh, sorry, niet 30, maar 3. Ik dacht al even. 3 log. Anderhalve log vanwege de Shemarim, vanwege de Drusem. Logu Mechtsa Bella. En anderhalve log voor wat er opgenomen is in de wand van de kruik. Imhaya Shemem Zukak, daar komt het, als het gefilterde olie was, waar dus geen droesem in zat, Enomotsilo Shemarim, dan mag hij dat gedeelte, die anderhalf voor de droesem, mag hij er niet van aftrekken. Imhayukankanim Shanim, als het oude kruiken waren, waar die wand dus al, waar er al iets opgenomen was in de wand en meer wordt er niet opgenomen. En om het silo bella, dan mag je niet de aftrekken voor wat er in de wand opgenomen zou kunnen zijn. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda die zegt, af hamogir shem en mezukak le gaviro kol yimot hashana. Ook iemand die een ander die verkoopt gezuiverde olie, gefilterde olie, gedurende over in de loop van het hele jaar. Hareze mekabel alav log umechtsa shemarim lemea. Dan mag je daarvan afhouden gedurende het hele jaar anderhalve log voor die droesem. Dus die droesem. In de loop van het jaar, ook al is het gezuiverd, ook al is het gefilterd, zit er altijd toch nog wel wat in. En daar mag je rekening mee houden, mag je zeggen, oké, dan geef ik toch wat minder terug. Oké, ja. We hebben nog een halve minuut, maar zullen we dat maar niet doen? Nee, het volgende gaat over iets over een ander onderwerp. Zonder bloesem. Ja. Ted. Zijn we nu aan toe? Jij moet opzetten, want ik ben de 6 november. Ben je de volgende keer, maar dat ben ik er niet. Dus. 6 november, woensdag. Ja? Ja, ben ik er niet. Dus, nee. 6 november. Ik ben november, bijna de hele maand november. Dat is. Ga je doen? Ik ga eerst een paar, dus van 6 november, van woensdag tot en met maandag naar Israël. En daarna ga ik van zondag 14 dagen naar Zuid-Afrika. Voor de eerste keer, hè, Zuid-Afrika? Ja. Oh, jongen. Nee. Met zo'n reis? Nee, zelf georganiseerd. Zo mooi land. Tenminste, een reis door. Even kijken. Maar deze moeite kan je hier ongefilterde koek nemen, Moshe. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, die vind ik niet lekker. Oké, jij vindt het niet lekker. Vergadering. Vergadering.